Wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldig is tot en met morgen 29 augustus. Gedurende de avond en nachtelijke uren zal het half bewolkt zijn, maar blijft het overwegend droog. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel en of mist. Morgen, dinsdag 29 augustus, gedurende de dag, komen zonnige perioden voor. Tijdens de morgenuren is het lokaal tijdelijk bewolkt in het kustgebied. In de middag is er kans op enkele lokale lichte tot soms matige buien die gepaard gaan met onweer en of windstoten, voornamelijk in het kustgebied in het westen van het land. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 29 augustus de gevoelstemperatuur hoger zal liggen dan de verwachte maximale temperatuur. Ten noordwesten van het land is er kans op enkele kortstondige matige onweersbuien.